de hele tijd gaan volhouden, weet ik niet. Fantastisch. Nou, voor we jou? Hebben nou sowieso nog even tijd om te oefenen. Ik heb nog nooit zoveel geoefend. Oké, okay, de track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Maar daar zat ik al dichtbij, hoor. Zat ik er op 2/10. Ik heb letterlijk niks verstaan van wat je zo net zei, want Jeff die weet altijd op zo'n moment doorheen te praten. Ja, fucking Jeff. My name is Jeff. My name is Jeff. Ik ga ontslagen worden. Jeff. Nou, zoals je hoort is Lucas ook al pittig ziek. Ja, leuk man. Ik geniet daar zo van. Had ik verwacht. Kunnen wij ook een engine failure krijgen? Nee, wat niet mogelijk. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor tire's temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Letterlijk, Jeff vertelde zo net het hele verhaal uit de Bijbel tegen mij. Echt waar, Jezus. Godje. Jezus, morgen in fucking Canada. Banden een beetje warm, frontwing eraf. Robin, moet jij werken vandaag? Ik? Ja? Nee, ik heb de laatste 2 dagen vrijgenomen, omdat ik me echt kut voelde. Als ik ging opstaan, dan kreeg ik zoveel koppijn. Heb je vrijgevraagd of weer geruild? Nee, ik heb echt, die ochtend heb ik me echt ziek gemeld. Oké. Ik heb denk ik donderdagnacht heb ik iets van 4 keer overgegeven ofzo, dus ik denk zo van ik ga die avond niet werken. Nou, hebben wij een andere Robin werken bij ons? Niet meer toch? Nee. Dat Dylan dus zegt dat hij voor jou in het systeem staat. Van mij, dat is heel raar. Oh ja, nee, hij werkte officieel vandaag voor mij. Omdat we een paar weken geleden al gereld. Ja, precies. Hey Robin. Ja. Dan wordt weer recorden nu, of niet? Ja, ik ben al aan het recorden, ja. Well done, P1. We've just put in the quickest lap of the session so far. Hoe pakt je nou uit het gras, jongen? Ik wil ook niet lachen, maar ik vind het zo leuk als dat mensen die ziek zijn, dat ze gaan lachen en helemaal dood gewoon hond gaan hoesten. Ja, maar dat is ook gewoon mooi. Zo, jongen, hij rijdt op supersofts nu al 2 seconden sneller dan ik. Oh. Verdomme! Echt waar. Ja, ik heb echt geen kutgrip. Oh. Fuck. Dit wordt weer een rage dag, denk ik. Oh, iets te wijd. Goed, fijn. Vooral nu Mike er niet is en Bart. Bart. Ja, Bart die kan beter opgeven. Hoezo? Ja, ook even voor dit seizoen. Ja. Ja, maar... ja, Nick moet het ook nog goed gaan doen, want eigenlijk staat Nick als laatst. Ja, ook achter Bart. Nou, Nick heeft laatst helemaal geen punt gehaald, dus hij staat op 0 punten. Maar ja, hij begon ook pas in Monaco, hè. Ja, omdat je fucking 10 keer spinde. Nee. God. Oh, pak ik een beetje gras mee. Wat is dat voor onzin, man? Stuur nou gewoon eens een keer normaal. Ding. Ja. Let's go, ik ga weer een rondje. Nee, Akinator. Akinator, zo. Toen ik nog dat YouTube kanaal, Dutch Game kanaal had, weet je nog, Tijn? Tijn, toen ik dat andere YouTube kanaal had, Dutch Game kanaal nog, toen had ik echt een serie lopen van Akinator. 5 afleveringen maar of zo.
Ik keek dan. Ja, jij wel. Jij was een van de weinigen die het keek. Ik was de trouwe kijker, ook van Mindtopia. Ja, jij hielp op een gegeven moment. Jij was gewoon kijken, jij ging gewoon meehelpen. Ik weet nog dat ik een winkelcentrum had gekocht. Ja. Jongen, ik was daar zo blij mee, hè. Dat is echt insane. Ja. Nee, jongen, jij speelde daar helemaal niet op. Nee, Nick niet, maar dat was toen inderdaad nee, wel Nick Cheetopia. Nee, Nick denkt dat hij weet waar het over gaat. Nee, ik heb ook nog een Topia gehad met Nick en mijn broertje. Ja. Ja, maar je kent Robin nog wel, hè? Je kent die Robin Magielsen nog wel in Brabant. Ja, nou, die ging ook altijd geld voor zichzelf in cheaten, jongen. Dat was nog wel. Opeens had hij iets van 2 miljard euro op zijn bank. Met wat? Met wat, Robin? Met Mindtopia. Oh, Nick, is je benzine op? Oh. Ja, fucking droog vroeger, jongen. Ja, vroeger was het leuk. Maar Minecraft was gewoon de shit. Ja, Minecraft is nog steeds de shit. Ik vind het leuk. Ik wil gewoon weer kopen op PlayStation. PC, als hij op Black Friday minder dan 5 euro is, haal ik hem. Voor ons alle twee. Nee. Yo, ik heb hem nog, hoor. Ik heb hem niet. Rijkonen of hoeren? Ja, ik heb het op PC nog. Ik heb zelfs MVP rank of MVP plus op Hypixel. Maar die had ik toen met Black Friday gekocht. Ja, dat zag ik, ja. Ik heb ooit een keer het account van Christian gekregen, maar die waren toen later weer terug. Echt zo van, kom hier bitch, met het account. Hey! Even spinnen. Goed zo, Tijn. Er zit er hooguit 10 bochten in dit gehele circuit. En toch weet je nog uit te spinnen. Nee joh, 21. Oh, 21. Grapje, dat weet ik niet. Nee, volgens mij China heeft iets van 28 of zo. Of 21 misschien zelfs. 21 denk ik. 21. Nee, Singapore heeft 21. Wie heeft dat de meeste, denk ik? Singapore heeft wel de meeste. Ja, of Monaco. Nee, Monaco niet. Monaco, nee, Monaco heeft al 18 volgens mij. Monaco heeft er ook wel aardig veel voor de baan. Nee, nou, ik weet al. Monza heeft de meeste bochten. Ja. Ja. Heel zeker. Daarom is het ook het snelste circuit van alle circuits. Maar ja, in principe als je zo kijkt, Spielberg heeft ook heel weinig bochten. Ja, maar die heeft hele scherpe bochten vaak. Ja, dat wel. En is veel korter dan Monza. Wat heeft dit te maken met Steven? Sorry, wat zei je, Lucas? Het heeft niks te maken met Steven. Steven? Spielberg. Nee. Het circuit heet gewoon Spielberg. Waarop staat de AI? 80. Of nee, ik heb hem op 81 gezet. Bottas opgeroerd. Dankjewel. Ik krijg gewoon nog... Oh, Tijn! Ho. Oh. Oh, klinkt weer gezond hier, oh, in Leeuwarden. Hard man. There's 4 laps of fuel remaining. Sergej, opschieten. Ik hoop deze kut Robin, oké. En ik heb echt helemaal geen grip op deze kutbanden. Helemaal kut. Ja, jongen. Nou, ga ik maar naar binnen, ik heb even geen zin. Die glijden in elke bocht weer naar de tering. Mijn achterbandjes zijn al 20%. Stroll. Ik weet nog dat Nick, jij vertelde me altijd dat je de differential altijd op 100 moest zetten. Dat jij een keer... Ik heb hem altijd op 70. Ik nou op 80. Ik heb liever wat meer... minder traction. En gewoon meer power. Ik had hem eerst altijd nog steeds op 100 staan, hè. Toen ik begon. Ja? Dan had ik hem gewoon op 100 staan in... Bahrein en zo.
Ja, ja, daarom had je zo weinig traction. Tot en met Azel bij Chan, denk ik. Ik had een Azel bij Chan, had ik ook goed traction met 100 differential. Maar ik ben die in Spanje, denk ik, gaan changen. Oh. Of Monaco. Oh, dat is niet slim, Robin. Bandjes zijn nog heel erg koud. Ik wou mijn banden warm maken, ga ik dus zeg maar van links naar rechts raken, was nog kwijt de auto. Hello. Kunnen ze even spectaten? Yellow flags bij Robin. Ja, nee, maar dan komt er ook wat slomer rijden hier. Want ik zie dat er verderop een McLaren rijdt. Nou, Nick, dat was een mooie bocht. Gas, hij bunt gewoon in AI, ja, hij krijgt penalty. Oh, ik heb het op camera, maat. Maat, nee, heb je penalty? Huh. Hoe dan? Hij bunt gewoon vol McLaren weg, die wordt vol getapt door Ricciardo. Ja, maar dat had ik op Monaco toen ook toch? Toen knalde ik tegen jou aan, kreeg jij penalty, ik niet. Ja. Lekker Robin, dat was een mooi bocht. Ja toch, ik zat heel lekker. Ik zat een partij naar grip te zoeken daar jongen opeens. Oh, beetje laat geremd. Jij bent bezig met een hotlap, of niet Robin? Ja. Alleen deze lap heb ik een paar fouten, dus ik ga nog, dit wordt even snel rondje, dan ga ik nog een paar rondjes rustig rijden. Zo. 1-10. Akinator, neef, Akinator. Net voor de race, hey, joh. Oh, oh nee. Ze hebben veel meer grip. Oh, fuck. Oh shit, ik stapte een AI aan. Oh nee. Dat moet ik niet meer doen. Dan ga ik ook maar de pit in, want anders verneuk ik oh, echt mijn banden. Wie is er, wat? Je streed echt volledig naar de bocht af, joh. En nog 10 minuten. Ik stop een lul in je reet. Hey. Ja, la, ja, la, ja, la, ja, la, la, la. Dankjewel, Henk. Dat was serieus echt heel fijn. Perfect. Nou, nah, die echt jongen. Deze hele hypers van mij, die zijn verneukt. Oh, hij staat stil. Ja, ik heb twee setjes hypers, zeg maar. Maar deze, ja, hier spin ik de vorige keer ook al mee. Dus deze, die werken niet meer. Dus dit is op het moment mijn tijd. Maar, ja, ja, klopt. Waar staan die D en die H eigenlijk voor op je stuur? D en H. Ja, die 100% in het midden en dan staat er links D en een H, rechts, en dat is zeg maar, dat is een balkje of zo. Dat staat op je stuur. Oh, Nick, joh. Oh, nee. Oh, oh, gewoon dat ik net naar jou schakelde. Oh, jongen. Ja, dat had ik ook. Ja.
Die gaan nu niet meer meewerken. Ik ga ook een rondje, man. Oh, hij verpest zijn hele banden. Domme kut. Oh, alsjeblieft, wat is dit nou voor bullshit? Allemaal reetje. Ik vind dit alleen maar mooi. 1 centimeter naar rechts. En hij maakt meteen dikke Disney noscope. Zet je info. What the fuck is hij? Hij spint overal. Oh, hij spint nog een keer. Jongen, jij wordt daar gekikt hoor. Hé hey Robin, hier naar Frankrijk, daar hebben wij goede. Ja. Echt jongen, dat was fucking mooi jongen. Is jij jumpstart gaan daar echt jongen? Ja, flikkert mijn micro of mijn controller weer van tafel af. Is zo mooi was die losse Grand Prix, echt waar. Dan wil je mij zeg maar tegen de muur aan beuken. Zorg je voor dat je spint, spinnen we alle twee even mooi. Jongen, kut maar gewoon Gasly, haal dan gewoon in. If you find yourself getting understeer, then you're not getting enough grip from the front tires. It could mean that the car isn't being allowed to lean on the tire, possibly caused by a front suspension that's too stiff, or maybe the front wing isn't producing enough downforce. Everyone ready? Ja, wacht hè. Oh, wat de fuck is jouw probleem, jongen? Heb jij even mijn schuld? Lucas, heb je ook een 5 place? Nee. Ja, oké, anders had je inderdaad al meer geraged. Maar dat is niet mijn schuld. Maar hoe kwam het nou? Moeilijk. Want we kunnen ook gewoon disqualify. We kunnen ook disqualifies uitdelen op Mirabin. Nou, dat doen we eigenlijk niet zo heel snel, maar. Oh, ja, volgende Wall of Champions. Nu moet ik eerlijk zeggen of ik nou wel. Hoe haal ik hem 1-9-7 terwijl ik de Wall of Champions vol inblast? Oh, dit is eng man. Je kan echt nog zoveel verbeteren. Robin, vandaag ga ik echt strijden om pole te pakken man. That's the fastest lap so far. Well done. Ja. Oh, Wolf Champions geraakt. Oké, let op hè. Hij gaat spinnen. In de derde gear in die bocht. Gast, Robin. Ja. Zag je hoe die schakelde? Ja. Dat doet me denken aan iemand. Als hij schakelt, fucking. Hoe je dat doet, jongen? Nee, Lucas doet nou al beter. Ja, maar nog. Ik word gewoon geen. Nou. Oh, daar staat een kleine Nick. Lucas, ik zou iets later schakelen als jij uit zo'n bocht komt. Wacht. Ja, oh, hij is hier. Je kan best het eerste 2 minuten missen van de Q1. Nou ja, Q1 kan je nog wel missen, maar dat begint pas over een uur. Meestal de volgende sessies die gaan denk ik 20 minuten innemen. Ik denk dat we 40 minuten ongeveer nog bezig zijn. Als er geen rare dingen gebeuren. Hè? Als er geen safety car komt, dan zijn we 20 minuten bezig ongeveer. Oh, trouwens, Nick gaat toch nog 5 plekken naar beneden. Oh? Wie zag ik die er nog weer eentje had? dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Volgens mij een paar honderd MB ongeveer. Okay, ik denk 300-400 MB.
Zeg het eens opnieuw, want ik had mijn headset weer eruit getrokken. Volgens mij 300-400 MB soms. Het verschilt echt eraan hoe lang de video maken. Goed zo, Tijn. Waar sta jij? Waar sta... Oh, jij bent daar. Ik zat al de hele tijd omheen. Oh, ik dacht dat je even voorbij reed. Kut, ik vind ook niet happy. Had ik wat agressiever doorheen gekund. Hardly, als je nou de boel gaat verneuken, echt, ik zweer jou. Helemaal de woede. You've just put in the fastest lap. Good job. P4? Uh-huh. En regende het of zo? Of, Nee. Nee, in regen, ik kom daar redelijk overweg, maar dan moet het intermediate zijn. Maar dan, ik kom wel overweg met de regen, tenminste vroeger, ik weet niet, ik heb heel lang niet meer in de regen gereden. Ik hou echt van full wet races. Ik vind het wel mooi. Alleen ik kan heel slecht met tire management omgaan met intermediates en wets. Kan ik heel slecht mee omgaan. Ja. Als we het zo door blijven gaan, als we elk weekend nog een Grand Prix gaan doen, dan kunnen we het misschien nog wel tot Hongarije maken. Je hebt nog 1 minuut 50. Ik moet op verhoerde banden rijden en ik ben al 2/10 van mijn tijd af. Dus ik ja, waar zou ik de pit in gaan? Anders verneuk je banden alleen nog meer. Ja, ik weet niet, maar ik tijd heb verloren. Ik denk in de hairpin of zo. Zo. Oh. Ik denk dat je daar wel een penalty voor krijgt, of niet? Ja, maar hij reed vol op die racing line op een outlap. Flikker toch op, man. Als Alonso ook even doorkart. Kart. Maar daar is je Alonso. Oh, voor. Ik zie de track limits. Nee, ik ben gespind bijna. Ja, ik kan beter nieuwe bandjes gaan halen hoor. Nee, grap, ik ga het toch proberen. Ik had een 1 ronde corner cutting en ik zie de track limits. Ha. Nee, het is een next lap invalidated. Ik remde net wat te laat. Ja, ik zit nou op een 1-10-6 of zo. Als ik nou nog een Nick in zou halen. We have 2 laps of fuel remaining. Oh joh, Hank zit... Oh joh, ik zit daar een gespinde Ferrari. Ik moet nou snel naar binnen, nieuwe bandjes halen, fuel.
En dan gaan we nog een laatste try doen. Wat me echt mooi lijkt is als Robin daar geen ronde neerzet. Fantastic. That was the fastest lap. Nou, dat is niet sneller dan je Q2. Nee, heb ik heel vaak hoor. Mijn Q2 is vaak sneller dan mijn Q3. Ja, en Henk ook nog. En even. Ik heb geen penalty hoor. Nee, maar die moet nog een snellere ronde neerzetten. Ja, maar we hebben nog maar 30 seconden tijd. Dat kan niet meer gebeuren. Oh, die staat binnen. Even stil allemaal, ik kan nou echt focussen. Wat? Ik ga fucking snel! Ik lig 2 seconden. Oh, Delta! Hey, wie doet dat muziek? Man, ik lig op pol! Ik lig op pol! Maar wie heeft het geluid op de achtergrond aan? Kan diegene even zijn tv of alles wat zachter zetten? Wat? Heb ik pol? Weet ik niet. Nee! Nee! Oh, ik dacht dat jij een 1-0-9-2 had, dus ik dacht... De kwalificatie gaan kijken. Ja, ik moet ook nog mijn strategy doen, man. Oh, Lucasso! Hey Robin? Ja? Mogen de beste winnen. Lucas is de lul, jongens! Lucas is de lul! Oh, het is voor Major Lab. Tuurlijk, dat is altijd. Okay, our system checks are good. Godverdomme. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Vaak wel, maar op een of andere manier weet ik het toch in een race vaak in te halen. Ik ben nog nooit tweede gestart in de championship, man. Nee, dat komt om mij niet. Ik ben echt fucking gestrest. Ja? Ook geen derde hoor. Ik ben mijn hoogste kwalificatie was 7 of zo, omdat ik deed 5 plekken grid penalty zag. Oh ja. Als ja, ik dan 18 punten kan pakken, jongen, ik ga lijp. Want dan lig ik echt dicht bij Henk. Dat zijn nog maar 4 punten dan. Weather shouldn't play a factor today. We're expecting it to remain dry throughout. Nick gaat spinnen op de formation lab, dat kan doen. Jongen! Oh, kut, ik dacht dat iemand mij hitte. Dat was gewoon dat je dan zeg maar aan het einde zit. Oh. Oh, ik heb dikke stress, maat. Ik heb alleen dat ik zweet bij mijn voeten. Hey Nick staat er al. Ik zweet alleen bij mijn voeten, maar dat heb ik altijd. Als ik ga racen. Maar stress heb ik niet. Maar waarschijnlijk worden we helemaal kapot geneukt in de eerste bocht door die AI. Want het is een leuke alles. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Vol door de gras heen gaat rijden, joh. Ja joh, die snijdt de eerste bocht gewoon af. Zo van, dan heb ik tenminste nog een kans. Nou, mogen we de slechte verliezen. Ik dus. On the way we go! Ja, Lucas, flikker toch op, man! Zo maak je toch geen bocht, man? Ik wel. Ja, inderdaad, dat zag ik. Woop!
Nou, Robin that's a is strong al weg. Start. Well done. Natuurlijk is jij weg. Dit is al een loes toe, man. Oh, werd opeens helemaal licht in mijn kop. Ik hoop echt dat hij daar spint. Nou, je weet, ik ben niet helemaal fit vandaag, dus heel geconcentreerd zou ik vandaag niet zijn, nee. Tenminste, ik ben al een paar keer in vrije training en in de kwalificatie gespind, dus... Wanneer boksen jullie? Zeg ik niet. Dat is mijn geheim met het team. Dat is echt heel flauw dat je dat niet wil zeggen. Ja, nou ja, dat is geheim van mij. En met mijn team. Ja, maar ik rijd ook gewoon op 18 of 20% banden. En Henk opnieuw. Oh nee, mijn achterbanden zijn al 40. Jezus, daarom had jij zo'n slechte start. Ja, ik kwam echt niet weg, man. Nee, ik zag het. Ik was echt zomaar weg bij jou. Het is hetzelfde voor mij als op superstof start, want ik heb gewoon nul grip. Misschien dat ik eerder naar binnen ga als dat mogelijk is. Kan je eerder pitten, ja. De banden, en dat dan zeg maar nog steeds legal is. Mm-hmm. Kan gewoon altijd pitten wanneer je wil. Ah, ik ga eerst gewoon Lucas ophouden. Of Lucas is slim en beukt gewoon naar de neten. This lap of the race. Ja, keep this Lucas, up. Lucas, kom maar. Als je deze bocht even. Ja, kom maar. Dan kan jij mij een beetje. Mijn gearbox is heel te mild. Ja, ga niet beuken. Kast. Ja, nee, nee. Ja, kom maar, ik laat je voorbij. Nou, ik ga deze ronde al naar binnen hoor, dus no stress. Eigenlijk had ik voor jou moeten zitten dan, want dan kan ik met 300 de pit lane in. Kut. Jezus. Hey, Lucas, kan je iets rechts blijven, dat ik zeg maar er nog tussendoor kan? Oh, daar had ik even helemaal geen grip. Dat zou ik al fair vinden. We're approaching the pit window. You'll be on the ultrasoft. Dankjewel, jongen. Check your dat MFD ik, for a new strategy option. Aardig. Dat zou Nick niet hebben gedaan. Got that, confirmed. Die ging zoveel mogelijk naar links van de baan. Oh. Ah nee, ik zit nou midden in traffic natuurlijk. Ja, ik zit midden in traffic. Manier. Die ultrasofts rijden trouwens echt zo fijn. Want je hebt veel meer grip eigenlijk dan hypersofts in die ene bocht waar ik de hele tijd spinnen. En jij ook, Robin. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Oh, heerlijk, nieuw rubber. Hij rijdt echt als een tiet. Wiede. Nou, ik zit nu al achteraan de groep. En dan gaat misschien een deel al naar binnen, want de pitwindow opent volgens mij nu al een ronde 5. Gap to teammate behind is 20.6 seconds. Nick, hoeveel ze rijden? Oh, the gap to the car behind is 13.1 seconds.
Ik merk het grip van die Hypersoft, die zijn dan zo erg dat ik echt wel voorzichtig moet doen in die fucking bochten. Ja, ik ook. Ik had net 50% achterbanden toen ik pit binnenkwam. Na drie rondjes of zo. Ik zit nu op 40. Nou, ik had gewoon in Q2 een goede ronde neer moeten zetten. Dan had ik nou minder kracht geweest. Maar ja, dat was gewoon achteraf, weet je. Allang blij dat ik in tweede mocht starten. Dat was goed voor mezelf vertrouwen. Box, box. We're coming in this lap. Zo. Jongen, Hartley gaat... Nee! Hartley laat me spinnen! Hartley laat me spinnen omdat hij gewoon naar rechts beukt. Nee, nee! Je lult! Dit kan... Nee, dit is echt onmogelijk. Nee. Caution. The virtual safety car is out. Ja, reduce speed and maintain a positive delta. Ja, vooral dat na de pitlane is. Ja, maar ik kan niet terugkomen nou. Ik kan niet terugkomen. Nee, oké, maar wij moeten van dezelfde afstand op het moment rijden. Fucking Hartley, maat. What the fuck deed jij? Remember, box maar this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach. And make sure you don't speed. Hij gewoon naar rechts te gaan rijden, hè? Hij beukte me gewoon vol naar rechts. Terwijl ik gewoon de racing line aanhield. En hem ruimte gaf. Ik heb het trouwens on tape. Ik zal het je showen, man. VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Okay, clear. Oh, dat. Ik ben altijd zo slecht met die virtual safety car. Ik weet niet hoe snel ik dan altijd moet rijden. Ik raak dan altijd helemaal gestrest. Vooral multiplayer. Ja, ik ook. Ik zat nou een halve seconde. Go, zeg go, maar, go. Dat ik boven mijn delta zat. Ja, ik boven. En ik kreeg geen penalty. Nee, ik heb echt geen zin in zo'n 5 seconden penalty. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Ja, omdat ik ben gespind. Nou niet stoer doen ofzo, want ik rijd daar gewoon eruit. Oef. Oh, hij zit echt voor me. Nou, doei race. Dan zit ik achter hem twee rondjes. Maar Nick, let's ga mij use nou niet voorlopen betten. Increase the ERS deployment. Ja? Dus ga me nou niet dwars lopen zitten, ja? Waardoor ik iets te veel banden sparen. Hoeveelste ligt Henk? Weet ik niet. 7. Ben je al gepit? Ja. Fuel target is plus 1. Faster engine modes are available. The gap behind us is 14.7 seconds. Met die ultrasos rijdt altijd ja. Zo lekker, hè. Ik heb Nick laten spinnen, ik kan me kwijt denken, maar die zo tegen traag in die bocht ging. Ja, maar Nick, ik zou, ga mij niet battelen, je gaat in die bocht gewoon voor me zitten. Ik ga 10 keer zo snel die kutbocht in, maat. Nee, maar ik... Ook gewoon, jij gaat ook gewoon vol gas geven als jij die bocht uitkomt. Henk, waar lig jij nu? 4. Oké, ik 7. U is opeens in 2, je hebt gewoon alle 2 ingehaald in 1 bocht. Netjes, Lucas.
Ja, die hairpin, dat is echt perfect. Dan moet ik even oh joh, Lucas ligt op tweede, joh. Ja, die gast die kaalt even door. Dat doet hij goed. Ik mag redelijk snel een rondje gaan rijden. We hebben nog maar 5 minuten tot de kwalificatie. We zitten nu op de helft van de race. Maar als je de eerste paar minuten mist, maakt het ook niet zo heel veel uit. Want zoals ik aan het begin al zei, de meesten staan toch nog eerst stil in de garage. Ik denk dat de AI's gaan crashen. Die zijn hier zo aan het kutten. Oh joh. Magnussen kan mij ook al een tikje geven. Doet hij goed. En verdorne en ook kom! En ik ben ze voorbij. Nee, Ocon blijft aan mijn binnenkant zitten. Norman, hij gaat goed contact maken. Contact. Nee! Bedankt voor het ophouden ik van de AI. Ik zat vast tegen de muur. Nou nee, flikker maar op. Ik zit vast tegen de muur aan en hij kijkt nog voor elkaar. Ja nee, echt waar. Ben Ocon maar. Hij heeft me al 2 keer laten spinnen. Caution. Caution. Nee, echt jongen. Codemasters heeft zo'n kut AI gemaakt. Ik weet niet of ik in Frankrijk al fucking leef. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Sowieso nooit challenge. Ik loop 28 seconden voor, dus kan nog. Ja, kan als je. Als ik spin. Ja, maar dat gaat dan niet gebeuren. Man. Aan het einde zijn mijn banden ook nee, op echt, dan jongen, ik ben nou echt pissig. Nick ligt 5e. Ah, je lult. Nee, maar aardig nou doorkachelen. Ja, klopt. Ga nu zo kon in de pit. Ah, nee. Ja. Nee man, dit kan echt niet. Nee, maar alleen even serieus, de AI multiplayer is kut. En carrière valt wel mee, maar multiplayer is echt kut. Nick, op welke rij je op fucking IRS hotlap of zo? Nee. Hij komt ineens zo snel dichterbij, hè? Derde staat Tino. Ja, ik sta nou derde, ja. Who the fuck? Ja, omdat ik ben gespind. Nee, maar. Huh? Dan zat ik fucking dicht bij Henk. Huh, ik dacht dat jij de hete stil stond ergens. Wat nee. Loop je dan een groot probleem van te maken, joh? Ik denk, je ligt 20ste. Ja, omdat ik... Doe, je staat toch gewoon nog derde, je staat op podium. Ik wil Lucas pakken, man. Ja. Nou ja, dat had je in Monaco dan moeten doen, dat was je kans, maar ja. Ja klopt, dat was mijn kans, maar dan was ik er nog niet voorbij. Nu is eigenlijk mijn kans. Ik ben 2e gekwalificeerd en dan... Kut AI, ik ben 2 keer gespind hè. Dat is nog het erger. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Ze slipstreamen wel, maar dat kan maar even. Oh, jongens.
mogelijk 13 seconden achter Lucas. Yellow flag. Ja, het enige waar hoe ik nog tweede kan worden is als hij spint. Hoezo is er een yellow flag? Oké. Okay. Oh, Gasly. Oké, clear. Mijn banden zijn 40% rear. Als er een safety car komt, dan heb je echt heel veel geluk. Ja, dan ga ik denk ik pitten voor nieuwe bandjes, man. Dat zou best kunnen, ik weet niet of dat slim is. Ja, wat is de laatste slim, hè? Maar ik krijg ook pressure van Nick, want Nick heeft veel nieuwere banden dan ik. Ik heb gewoon 5 of 4 rondjes. Zo, ze zijn aardig met elkaar in de strijd. Die elkaar gewoon van de baan af, joh, die AI. Ja. Gast is opgeruimd. There's 5 laps of fuel remaining. Ik heb de meeste AI ook al gelapt. Ik ben nu bij nummer 7, Magnussen, hè? Wat? Ik ben dan bij nummer 7 aan het lappen, Magnussen. Hey! Zo, dan kon ik even een paar seconden niet zien. Okay, the gap behind is 34.3 seconds. Als we 50% race deden, dan had ik denk ik Nick nog wel gelapt. Ik maak niet heel veel tijdwinst meer op Lucas. Maar zit maar 3 seconden of zo voor Nick. Maar Lucas, ik maak helemaal niet zoveel tijdwinst meer op jullie, omdat ik ook niet zo heel erg zit te pushen meer. Maar mijn banden, mijn grip raakt ook een beetje op. Oh, dat was niet heel netjes. Ik rijd nu ook gewoon op linie rechts. Stel die Tijn Kondel dichterbij, kan ik nog op ridge. Ik ga ook even op lagere IRS rijden. Ik ga op het 7. Ja. Ik ben bijna klaar, mama. Mama, Tijn. Ik merk dat de grip van mijn band al aardig weg is. Ik moet redelijk voorzichtig uit. Ik heb mijn banden echt gewoon best goed gemanaged. Nee, ik heb nu 25% op hoogst. Oh, netjes. Ging jij nou een level? Nee, voor mijzelf tijd. Want volgens mij zit ik veel hoger. Ja, ik zit op 30. Time management is ook niet echt mijn ding. Ik val meestal het circuit aardig aan. Maar ik rij ook best wel aanvallend hoor, maar ik rijd niet zo snel als jou. Zal wel er komen. Ja, ik ben ook batterij aan het sparen, omdat ik weet dat er misschien nog iets kan gebeuren. Nick, hoeveelste lig jij? P4. Oh! Hoeveel seconden? 3 nog steeds. Ja, ik loop niet echt uit en ook, hij loopt ook niet in. We've only got 2 laps of fuel left. Nou, wat kut is, ik heb dus access vooral webtv, maar op een of andere manier werkt dat niet. Als ik probeer in te loggen met mijn abonnementsnummer, et cetera, dan gaat hij zeggen van fuel target, plus one. Netwerkverbinding problemen. Fuck it up. Oh, ik spinde bijna. Ik heb 50% achterbanden. Ik kan bijna geen fucking bochten meer maken. Ik zit nu op 37 met het hoogst. En ik ben in mijn laatste ronde. This is your final lap. Final lap of the race. Jezus.
aan het begin toen ik mijn stuur had, was ik ook altijd goed met time management. Was ik ook altijd mee bezig, maar de laatste tijd geef ik daar echt mee op. Ik wil gewoon zo snel mogelijk boom rijden en ik zie het allemaal wel. Maar je bent er niet mee bezig. Nee, dat is de juiste. Ja, ik ook niet. Daarom zijn ze 50. De ene kan me heel goed doen. Ik ga de laatste ronde ga ik een volledig race rest draaien. Jezus, ook kom. 1-10-2. Ook al 9, alsjeblieft, wow. Ja. Oh. Nou, dat was de spannendste race die ik ooit gereden heb. Wauw. Nee, ja. Als we nog iets van twee ronden extra hadden, dan had ik ook iemand wel gelet. Ja, 30 seconden loopt hij achter mij. Wie tijd? Ja, op dode banden. Oh, kut. Oh! Nick zit op 1.7. Nick zit heel dichtbij. Nou, Lucas die is gewoon... Hup. Ik wil eigenlijk gewoon even een donut doen voor de race line, maar dat ga ik niet doen. Had je kunnen doen. In principe, Nick, dit haal je niet meer. Als ze het realistisch bekijken. Nou, dichtbij. Nou, mijn IRS is wel op. Mijn IRS is wel op. Als het één rondje meer was, hè. Als ik niet twee keer was gespind. Wie? Oh, van de baan. Hey, podium. De kwalificatie. Zodat het zo kut, hè? Als ik eens keer geen kwalificatie. Of als ik één keer Formule 1 niet kijk, dan mis ik altijd meteen de crashes. Oh ja, als ik dat had geweten, dan had ik niet zo gestrest. Ja, dat is wel slim. Maar even serieus, man. Twee keer spinnen, hoe genaaid ben je dan? Doe de EA. Je hebt wel sneller rondes dan mij.